Deze nieuwsuitzending is echt nieuws. Want ik heb sinds gisteren een baan. Ik heb een jaakhand Ja, het zijn de domste boeren die de dikste aardappels hebben. Nou, dat ging toch snel, hè? Bedoel, begin april zat ik nog zwaar te suipen en te blowen. En het is nu uh, 27 juni. En volgende week dinsdag uh, word ik gebeld en dan gaan we. Ja, dan ga ik datum's doorkrijgen en dan word ik geacht om te verschijnen. Ik ga het, uh, aan de slag als uh, uh, medewerker huishouding of zo. Huishoudelijk medewerker. Categorie ondersteunende dienst. Nou, dat lijkt me een hele edele taak. Bij de zorg. Precies wat ik wilde. Dat had Ik denk uh, dat ik dat verteld heb, of dat je dat nog kan herinneren. Of wat, maar ik heb genoeg van het uh, commerciële geprogrammeren uh, gebeuren. Oh, programmeren, dat, dat is mijn passie. Dus ik heb vandaag ook, wat is nou, nou? Het is al kwart over elf en. Ik was vanmiddag even naar de tandarts geweest. Nou, voordat ik naar de tandarts ging, heb ik uren geprogrammeerd. En toen ik van de tandarts terugkwam, ben ik gelijk weer doorgegaan. Dus ik heb vandaag, denk ik, vanaf. Nou ja, vanaf vanmorgen. Vanaf vanmorgen, zeg maar, hoe uh, heb ik begonnen? Negen uur of zo? En nu is het elf uur. 23 min 9, dat is toch bijna 14 uur. Na nou twee uur weg geweest voor de tandhuis. Ongeveer. Oh, ik heb nog een paar potjes schaak gespeeld. Nee. Maar ik heb toch zeker 10 uur geprogrammeerd. Oh man, dat is zo lekker. Ja, dat vind ik dat is ontzettend leuk hè. programmeren. En dan heb ik nu dan geen klanten meer. Want die heb ik allemaal uh, naar mijn ex-collega verwezen. Want die kent die software ook. Die software die ik geschreven heb, by the way. Dus ik, ik heb zo'n hele omgeving gemaakt. En alles erop en de Nou, Hij weet ook hoe dat allemaal werkt. Dus, uh, iedereen kan bij hem terecht. Op één klant na. En die heeft gezegd: Ja, maar ik wil niet naar hem. Dan kan ik niet bij jou blijven nou oké, okay, maar maar in principe kan dat niet. Ja, met drijven uh, ga ik opheffen. Hoor. maar het programmeren dat blijft mijn ding. en ik weet precies wat ik nog moet gaan doen en ik heb al in mijn hoofd al een heel plan klaar. ach en... man dat is wel nog weken, nog... Week... nou, ma maanden, ja, ja. maanden. Misschien al wel jaren. Heel veel programmeren nog. En documenteren. En... Maar met die baan die ik dus vandaag. Uh... Nee, ik heb hem gisteren gekregen. En toen kreeg ik een uurloon door. Nou, daar, daar werd ik niet echt blij van. Dat was 10 euro nog iets. Een bruto per uur. Slik, dacht ik. Maar vandaag werd ik gebeld door iemand anders en die zei van ja, die persoon die zei dat wel, maar wij vinden, ik weet niet wie wij zijn, maar, maar wij vinden dat dat niet kan. Dus ik was te laag ingeschaald. Nee, je gaat boven in die schaal. Dus dat werd dan verhoogd naar 13 euro. Ik heb het hierop geschreven, 76. Dus nu weet jij wat ik per uur ga verdienen. Bruto. Ja. Mm. Dat is toch wel informatief voor jullie ook. Wat is dat nou? Maar ik heb zo'n uh, staartje gemakerd. Kijken waar ik dan op uitkom. Maar ik heb een, een jaarcontract. Uh, wat dat contract inhoudt, het is een nul uren contract. Dus ja... Uh, ze roepen me op als er ergens. Uh, nou, zo'n gehandicapte die heeft iets gekotst of zo. En dan moet dat opgeruimd worden. Ja, ik weet het echt niet hoor. Nee, ik moet de algemene ruimte moet ik schoonhouden. Maar ja, als die dus niet vies is, dan hoef ik niet te komen. Dus daar ben ik een beetje van afhankelijk. Maar stel, ik zou uh, 17 uur in de week. Dat heb ik even dan zo uitgerekend. Hè? Dan kom ik op uh, 70 uur in de maand. En dan gaat de bruto bij mij naar binnen 9,63. Daar hou ik net al van over 8,61. Dat is minder dan een uitkering, by the way. Maar dat weet ik niet. Echt. En dan heb ik een toeslag van 240. Dus dan krijg je een toeslag op je huur- en je ziektekostenverzekering. En dan heb ik een totale inkomsten van 1100 euro. Nee, ik ben maar in mijn eentje. Ik, ik heb geen koters hier. En ik, door dat fijne stoppen met uh, tabak en alcohol en wiet. Ja, dat zijn mijn vaste maandlasten. Om even tussen, als grapje. Maar die zijn behoorlijk gezakt. En tabak uh, hakt er behoorlijk in, hoor. En, en wiet ook, by the way. Nou ja, wiet. Ik heb toch wel, denk ik, zo 5 euro wiet per dag. En ook in het weekend dus, dan heb je al snel in een maand 150 euro, hè? alleen aan wiet. Dus dan weet je ook gelijk waarom ze dan, als ik hier zo'n zo zo shophouder tegenkom op straat, dat die al heel aardig tegen mij zei, hé hey, hallo, <laughs> ja, vind je het gek? 150 euro in de maand bracht ik naar hem toe. Ja, niet altijd naar dezelfde, maar. Maar nu met mijn, uh, ja, dus mijn huur is uh, 377. Dus, nou, daar heb ik een heel leuk fletje voor. Je hoeft echt niet groter hoor. En dan nou, heb je internet, mobiele telefoon, en, een beetje water en dan elektra. Zo. Gezondheidskostenverzekering, ja, 110 euro in de maand, man. Oh, maar dan moet je wel betalen. Dat kan niet goedkoper. Ik ga dus nooit naar de dokter, hè? Man. Ja, de Clio, dat uh, moet ik maandelijks uh, mijn bijdrage aanleveren. Ja, dan heb ik nog 120 euro aan kosten. Die gaan er binnenkort aan, denk ik. Maar die moet ik nu nog even meerekenen. Maar... En dan wil ik in elke maand ook nog een beetje sparen, Een dag 100 euro per maand te sparen. Gewoon voor het geval je uh, spijkerboek kapot of zo. Mijn schoenen moeten gerepareerd worden. Zo. Dan, dan wil je een beetje een, een buffertje hebben. Maar onder dat scenario, is dus met 17 uur werken in de week. Uh, en dan 100 euro per maand nog sparen. Dan heb ik 60 euro in de week over om uh, over de balk te smijten bij de Albert Heijn. Ja, meer kosten heb ik namelijk niet. Ja, een keertje als je met de Clio naar mijn moeder gaat of zo. Een beetje benzine. Maar daar ga ik ook niet zo vaak naartoe. Meer dan. En dan vooral die 17 uur werken in de week. Hè? Dan heb ik aan de ene kant... Dan ben ik toch lekker onder de pannen dan doe je wat. En dan voel je, je ook een beetje zeg, niet schuldig of zo. Want ik wil wel wat doen. Dan heb ik geen zin om uh... ja, helemaal niks te doen. En dan kom je van je werk, want het, het schoonmaakwerk, dat schoonmaakwerk begint als morgens om 7 uur of om 8 uur, dat ligt er een beetje aan. Maar stel ik zou om 7 uur beginnen, ja, dan moet ik hier om 6 uur de deur uit, kwart over 6. En dan ben ik om kwart voor twaalf ben ik weer thuis. Kijk. Dat is vier uurtjes schoonmaken. Dat, daar hadden ze het over. Want als je dan langskomt moet je vier uur uh, aan de slag. En dan, uh, ja, dan zit je dag er dus op. Je, wel als waar krijg je maar vier uur betaald. Maar, uh, ja, maar dat is even lekker leuk. En dan heb ik in principe dus elke middag over om te programmeren. Yeah. En in het weekend dan natuurlijk de hele dag. Wow, dan... En, en dan kan ik wel even wat paginaatjes maken. Maar dat moet ook wel hoor. Als je wil programmeren, ja, de, de pagina's die tellen en, wat heb ik nou laatst de afgelopen dagen aan pagina's weggestampt? Oh meer. Yeah. Ik heb dan testcode zitten schrijven. Met name. Kijk wel, dat is vanaf 500, zeg maar. Tot en met 1200. Ja, dat is wel uh, ja, 700, 800, 800 regels. Dat is heel wat, hoe. In twee dagen of zo. En dan de echte code is het niet zo heel veel. Dit gaat een testcode, hè? Maar de echte code is niet zo heel veel, maar die is rete uh, ingewikkeld. Daarom moet er ook zoveel testcode omheen. Ah, dat is mooi werk, programmeren, ik vind het zalig. Zo'n levensvervulling is dat voor mij. zal ik ook een keer een leuk verhaaltje over houden. Maar een lekker baantje dus. Hè? Lekker onder de mensen. En weer iets heel anders. Dat, dat vind ik echt wel leuk hoor. Nou, als nou, uh, stel dat ik volgende week aan de slag moet en ik moet weer uh, factuurlayouten uh, dingen gaan programmeren. Uh, die zeurneuzen van een klant. Uh, 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 uh. Kan dat niet handig, hè? want ik moet nou twee keer klinken. Nou, dan kan je weer een andere knop gaan maken, hoeven ze maar één keer te klikken. Ja, het is wel handig. Ik ben net een beetje beu eigenlijk, al die seunhuizen. Zeg ik nou een beetje beu? Nee, ik ben beu. Dat bedoelde ik te zeggen. Ik oh, gewoon geen zin meer in. Ik ga ja. lekker programmeren en dan echt dingen... Nou, ja, gewoon aan mijn grote projecten waarmee ik in 1981, 1988 ben begonnen. En dan doorblijven Politoeren. Alleen maar wiskunde en logica. Big time. En minimalistisch programmeren dat is heerlijk, man. En dan lekker s'morgens uh, ja, de poetsen hier uithangen. Een, constante, een beetje constante geldstroom. Oh, lekker zuinig leven. Lekker sparen. Maar als je dan een keer... Want ik heb een nul-urencontract. Stel, uh, ja, ik heb een keer een week helemaal niks of zo dat ik niet gelijk aan de grond zit. Nou, mijn streven is dan uh, te komen, tot dat hoop ik maar dat dat erin op een of andere manier uh, dat ik iets van 100 uur in de maand uh, wegbuffel. Ja, en dan zit ik uh, geramd. Dan heb ik 1375 euro uh, netto. Maar dan... Met 100 euro in de maand sparen, hou ik 123 euro in de week over. Ja, maar dat geef ik in de week niet uit, man. Dan kan ik veel meer gaan sparen. En dat is maar goed ook. Ja. Want ik moet binnenkort een nieuwe, of middenkort, ik moet rekening houden dat ik een nieuwe Mac aan moet kunnen schaffen. Want die Mac waar ik nu op werk, zo is wel een mooie machine. En daar ben ik ook heel zuinig op. Maar op een dag zit die poef. Dat, uh, ik gebruik hem heel intensief. Daar let ik er goed op dat ik hem niet te veel belast. Want je moet die dingen niet te heet maken. Ja, ik weet niet of jullie daar rekening mee houden, maar ik dus wel. <laughs> dat is een... Uh... Een mooi lief mekje, maar die moet je niet te hard laten ploeteren. En you believe me, als ik aan de slag ga, dat, uh, dan schiet hij op alle koorsen. Dan, dan heb ik een SSD-schijf, dus daar zitten geen bewegende onderdelen in. Maar uh, als een SSD-schijf, dat is een ram, hè? Dat is een ik weet niet precies hoe dat werkt. Solid state drive is het in elk geval. Maar dit ding wordt heet en... Ja, en dan zit er een actieve koeling in en die, die gaat dan... Ja, daar zit een bewegend onderdeel, snap je? Ja, en als die koeling eruit klapt... Wow man dus dat moeten we niet hebben. En dat gebeurt op een dag. Dat, op, een, op een dag gaat. hij... Uh, dan raakt hij oververhit of zo en dan kan ik me dat ding terug en waar moet ik dan op programmeren? Snap je? Dus voor dat geval moet ik uh, een buffertje klaar hebben. Maar dan wordt mijn leven lekker overzichtelijk. Heerlijk. Maar het enige wat ik dan nog ga doen tot, voor de rest van mijn, van mijn leven, dat is programmeren. Ja, en dus een beetje in mijn onderhoud voorzien. Maar op deze manier, ja, dan word ik wel blij. Om honderd uur in de maand werken, ja, daar heb ik geen moeite mee, hoor. Hoe drie dagen in de week? Dat is 24 uur dan, hè? En dat komt of weg bij deze organisatie, want het is best een grote club... Die opereren door het hele land. Ook nog. Er werken in totaal 2500 mensen. Wauw. Ja, die doen niet allemaal schoonmaken. maar ja. Allemaal heel veel therapeuten en zo. Ja, die gehandicapten moeten ook echt uh, verzorging krijgen. En dat ga ik natuurlijk niet kunnen doen. Daar heb ik helemaal geen diploma's voor. Wat <laughs> <is wel> grappig. <laughs> die vrouw waar ik dan was. was gisteren. Ja... Ja, die gaf dus aan. Ze was echt. Nou ja, als het ging om verkopen, dat ze mij een, een functie moest verkopen. Nou, een hele slechte verkopen. Dan was dat echt zoiets van: ja, ik kan je die baan wel geven, maar. Uh, dan weet je wel zeker dat ik het wil of zo. En ik was wel zo. Ja, ja. Ja, zes, maar je hebt aangegeven dat je dan graag uh, met mensen, zij dingen samen doen en zo. En uh, waardering. Ze ja, dat, dat zit er niet in hoor. Want uh, tegen de tijd dat jij klaar bent met je werk, dan komen de mensen pas. Dus ja, ga er maar vanuit dat je geen hond ziet. Ja, behalve dan misschien een, ja, een soort toezichthouder of zo. En ik zou oh, oké. Okay. Maar ja. oh, is goed, joh. Had ze nou ook nog? Oh ja, toen kwam ze met dat loon. En is dus, kwam ze dus in eerste instantie op uh, 10,93 euro. En toen dacht ik: Wauw, en toen ging ik even snel rekenen. Ik zei: Ja. Ik zei, Wat hou ik daar net al van over? Nou, dat wist ze dan niet. ik zo. Ik zei: Ja, maar ik zit toch aan een. Ik denk: Nou, ah, dat wordt krap, hè? Dat, dat wordt het ook hoor. Dat zou ik het eigenlijk niet weten. Ja. Met zo weinig uren ook nog. Uh, toen keek ze een beetje zo van ja, zie je wel, dat dus helemaal niks. En dan zei ik tegen haar: van, Wauw, nee, laat het op me doen. Toen keek ze me zo van: wauw, Wat? Ja, laat we het op me doen. Ik zei, dan zit ik met jullie in de molen, zit ik in de running. En het staat goed op mijn CV. Ja, toch? Dan moet ik anders doen? Een beetje hier met mijn grote teen spelen, gaat er weer. Ja, laat me doen, joh. Nou, daar was het extra snel rond. Dus, uh, oh ja, hier heb je al die gegevens. Oh, die heb ik allemaal wel nodig. Moet je hier nog even een handtekening zetten? Ik zei, nou oh, alsjeblieft, klaar. Maar toen kwam dus het punt van, ja, uh, uh, ja, heb je een diploma? Ik zei, ja, ik heb een ingenieursdiploma, landbouwhogeschool. goede cijfers daar ook, hoor. Ik zei, maar dat heb ik niet meer. Dat is ergens. Ik krijg zo'n kopie, hè? Een kopie nee, dat is een officieel document met de handtekening van de rector Magnificus. En dat heb ik toen meegekregen. Dat was echt zo'n plechtigheid in de aula. En, uh, ik had zo'n mooi pak aan. Nou, niet met Colbert en zo, maar het was mooi aangekomen. Ik stond heel goed op de foto. En dat document ben ik kwijt. Dus ergens bij een verhuizing uh, in de verkeerde doos belandt. Ja, ze maar ik, ja, ik moet toch eigenlijk wel een diploma hebben. Of een bewijs of zo. Hè? Ik zei, nou, ik ga wel even bellen. Heb ik de landbouw hij gebeld? Nou, heet, nu heet het WR. Wageningen University, University Research of zo. Ik kreeg zo'n dame aan de lijn van de studentenservice uh, dinges. Ik zeg: Zeg, ja, ik, ik ben aan het solliciteren. en ik heb uh, het bewijs nodig dat ik afgestudeerd ben bij jullie. Oh ja, ze ja, natuurlijk. Nou, dat krijg ik dan binnenkort over de mail. Maar ik heb daar dus niet bij gezegd, ja, ik ben eens aan het solliciteren voor uh, ja, huishoudelijk medewerker. <laughs> Ze willen graag het diploma zien. Ze <laughs> zou wel weer te bescheuren, zijn natuurlijk. <laughs> Zo, dat meisje aan de andere kant van de lijn ook gedacht hebben, wat is dat voor een opleiding hier? Waar moet het naartoe met dit land als mensen die gaan poetsen? Die moeten we een serieus overleggen. Ja. Maar goed, dat loopt zo. Dus. Ik regel dat allemaal wel. Hij nee, lijkt me erg leuk. En mijn tantes, tante Irene en tante Til, die, die staan helemaal te popelen, man. ja, oh, van nieuwsgierigheid dan, hè? Van, ja, we willen wel weten hoe het gaat, hoor. We wel, die weten er ook alles van. En die kennen mij ook al vanaf dat ik geboren ben. Dat is leuk hoor, ik ben dus geboren in, ja, in hun ouderlijk huis. Ze kennen mij vanaf een baby, dagelijks dus. Hè? En toen ik drie, vier was, toen ben ik verhuisd naar Amstelveen. En mijn tante Til die kwam nog steeds uh, regelmatig naar Amstel, naar twee kilometer verderop hoor. Ik ben geboren in Bovenkerk, nu is dat een wijk van Amstelveen. Mijn tante Theo kwam langs. En dan ging, uh, en nam ze me mee met de, met de kinderwagen. En uh, in de rond te rijden. Zo. Vond ze heel leuk. Ja, die kennen mij uh, uit en ten aan. En die vinden het geweldig. Die, uh. En die begrijpen het ook. Moet ik zeggen. Die, die, die hebben het ook helemaal, helemaal niet van. Ja, maar je bent landbouwkundig ingenieur. En je hebt toch meer in je mars. Mijn moeder, ik wil niet zeuren over mijn moeder of zo, maar mijn moeder dan. Ja, jongen, jij, jij kan toch... Uh... Dat is ook wel zo. Ik, ik zou in mijn vakgebied... Ja, ik zou aan de slag kunnen, natuurlijk. Dan kan ik zo een baan krijgen, hoor. 40 uur, 50 uur, zeg maar. Overwerktoeslag en zo, ja, natuurlijk. Ik kan Unix programmeren, ik kan SQL databases uh, optimaliseren, zeg maar. Ik heb al die, die technische low-level uh, toestanden, dat beheers ik. Ik kan uh, blind typen. Ja. Ik kan uh, bash skips gaan schrijven, ja, natuurlijk. Het is niet echt mijn hobby, maar dat kan ik wel. Ja, natuurlijk kan ik dat. Ja, en dan ga ik naar huis met. Uh, dan moet ik wel. Uh, 2200 euro. 2400 euro. 2500 euro. Misschien ook wel. Plus vakantiegeld. Een dertiende maand. En wat moet ik met die poen? Ja. Uh, ik heb juist. Heb ik allemaal spullen. Gitaren en andere meuk. Door de jaren heen verzameld. En we allemaal verkocht via marktplaats. Mijn dochter ook zo van: nee, die gitaar ook. Ik zei: ja, gewoon oh, weg naar ja, mij. Iets wat ik niet gebruik, uh, ja, sorry hoor. Maar... Nou, en ik heb nog twee gitaren, dus daar hoeft helemaal niks bij. Nou, en boeken, nou, die heb ik ook echt allemaal genoeg. Ik heb zelf nog een aantal boeken liggen en die moet ik nog lezen. Ik was ook laatst in de boekwinkel even aan het kijken, en dan zag ik nog al een titel staan, van die, ja, die, eigenlijk wil ik die ook nog wel hebben. Maar dan zeg ik weer tegen mezelf, ja, hé hey, Homo. Ik zeg eens Homo tegen mezelf zeg, ja hé hey, Homo. Je hebt die nog liggen thuis, je hebt die ook nog thuis nog liggen. Ik heb hier nog iets liggen van Nietzsche. En ik heb nog wat liggen van Schopenhauer. Schopenhauer. Nou, die moet ik eerst maar eens even lezen. En dan is het misschien weer tijd voor een nieuwe. Maar het meeste heb ik. Ja, wat ik zou willen lezen. heb ik toch al gelezen. Het is wel jammer als je zo oud bent als ik. Hè, dat je uitgelezen bent. Hè? Romans daar hoef, je, daar hoef je me niet op te tracteren. Dat kan ik je wel vertellen. Zoals je, als je me voor mijn verjaardag een boek wil geven, of dat je denkt: van, Nou, Perry is zo'n aardige jongen, ik koop er een boek voor hem. Ik zou het van tevoren even vragen aan mij of ik dat überhaupt wel wil, want momenteel zou ik het even niet weten. Misschien de vrolijke wetenschap van Nietzsche, want ik dacht dat ik die kwijt was. Maar... Nee, voor mij heb ik hem nog. Nee, ja, dus die ook niet. En voor de rest van nietje, ja, alle belangrijke dingen heb ik al. Ja, dat krijg je ervan. Voor al die ouderdom. Dat je er dus helemaal niks meer wil. Ja. Ik heb een computer, dus een, een laptop. Ik heb nog twee oude laptops. Ja, hele oude basies. Maar... maar die doen het nog. Dan heb ik nog een derde, die is ook zo super super oud. Nou, die zou ik ook nog aan de gang moeten krijgen, maar daar heb ik eigenlijk geen doel voor. Dus ik heb nou drie laptops, uh, en die werken dan alle drie. Dat is wel tof. Netwerkje, alles is helemaal voor elkaar, man. Ik heb een scanner en ik heb een printer. Ja. Wat moet ik nog meer? Super tevreden, super gelukkig. En omdat het dan toch gaat over alcohol en wiet gebruiken. Dat heb ik bizar veel gedaan. Hè? En dat was uit frustratie hoor. Totdat ik op een. Dat was een zondag. En die zondag had ik weer lekker ouderwets lelijk gezopen. En gebloot, en stomme filmpjes gekeken op YouTube. Potje schaak gespeeld. Hij had me niet gewerkt, natuurlijk, helemaal niks gedaan. Alleen maar een beetje met mijn grote teen lopen spelen. En s'avonds zei ik tegen mezelf: van: Nou is het afgelopen. Dan heb ik dat, dat zware zuipen toch wel meer dan twee jaar volgehouden. Hoor. Ik leefde echt van weekend naar weekend. Hè? In het weekend had ik dan echt uh, vrij. En dan door de week uh, spijbelen. Ja, dan kon de telefoon gaan. En dan moest je een beetje de schijn ophouden. dat je aan het werk was of zo. <laughs> Als ik erop terugkijk, is het best een leuke tijd hoor. Ik heb er helemaal geen spijt van. Laten we dat even voorop stellen. Spijt, dat is voor uh, domme dombo's, vind ik hoor. Ik heb het gedaan vanuit een frustratie, vanuit een overtuiging, en zo uh, beert. En mijn dochter die zei dan dus in het begin dit jaar ergens van... ...ja, jij zat zo vaak te suipen en te blowen en dan vond ik het helemaal niet leuk meer bij jou en toen kwam het niet meer. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Maar tussen haar en mij zijn er toch nog wel wat dingetjes die. Uh, dat was voor die tijd al hoor. Dat ik denk: van je, dat is allemaal wel best met jou. Maar zij is ook uh, de Heilige Maria, moeder van God niet hoor. Dus, uh, aan haar kant heb ik ook nog wel wat uh, appeltjes liggen die nog geschild moeten worden. En of ik daar de ruimte voor krijg van haar kant, dat weet ik niet. Dus, uh, dat zullen we wel zien hoor. Maar ze is hier al drie keer bij ze eten en dat was bijzonder gezellig moet ik zeggen. En ze belde vandaag om te vragen hoe mijn sollicitatie was afgelopen. Nou, leuk zit ik letsel. Ze is vanavond naar een concert in het Goffertpark. Ze woont in Nijmegen. Van de band Muse, dus M U S, -S E, de Amerikaanse band. Het nummer van They Will Not Control Us. We will be victorious. Tao do. Ik ken het nummer vast wel. Dat draaide Alex Jones altijd. Die schreeuwlelijk uit Amerika uit Austin, Texas. Houden ze vanavond naartoe? Hey, dat vind ik wel weer leuk dat ik dat soort dingen van nog hoor. Nee, ik schaam me er helemaal niet voor. Ik had ook met mijn moeder, heb ik het ook allemaal uh, uit en naartoe gelegd. Van kijk, man, ik was hartstikke ge gefrustreerd. Ik heb het gewoon lekker op suiker gezet, klaar. Ja. En ik heb niemand lastiggevallen. Dus mijn dochter kan zeggen, ja, jij ja, zat zoveel te suipen en ik had er geen zin meer in om dat uh, allemaal te aanschouwen, want ik uh, weet niet veel ze had medelijden met mij ofzo. Ja, dat is haar invulling van de zaak hoor. Maar ik heb daar niks aan gedaan bij hem af. Ja, toch? En ik heb al mijn bier heb ik netjes betaald. Ik, ik heb nooit een supermarkt beroofd of zo. Ik heb wel één keer gehad dat ik. Ja, dat ik een. Ja, ik, ik was dus om uh, um, twaalf uur s middags al begonnen met drinken. Dat komt echt een heel verschrikkelijk verhaal. Als je er niet tegen kan, moet je nu stoppen met luisteren. Maar... <laughs> Als mijn dochter dit hoort, maar ja, dan mag ze best horen. Maakt mij geen donder uit. Ik was er dus lekker om twaalf uur s middags al toen. ...zo'n lekkere gulpende gladiator... ...10% alcohol, kloek, 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 kloek... kloek. ...en blowen erbij. Nou, en toen... En toen ben ik naar... Nou, uh, ...toen was dat bier was op... ...en ik moest nieuw bier hebben, zoals ze alles zijn gegaan... En dan ga ik naar de supermarkt, maar dan heb ik weer medelijden met al die vrienden uit de kroeg... ...die dan mij een hele dag niet zullen zien en dan worden ze misschien eenzaam... ...of dan krijgen ze andere depressieve klachten. Dus denk ik denk, nou, ik kan het niet maken om gelijk naar huis te gaan. Toen ben ik naar de kroeg gegaan en daar was het eentje en nog eentje... ...en oh, gezellig dat je er bent en een potje schaken en dat gaat dan ook altijd met drank erbij... En... En die week ik ga ik op huis aan en ik was dronken, jongen. Zo ik net. En normaal gesproken, ja, maar ik had ook helemaal niks gegeten. Dat was ook het punt. Iets van twee dagen niet gegeten of zo. Ja, en dan, dan wel suipen. Moe. Dus ik kreeg last met mijn evenwichtsdinges. Ik wow. ik ga eventjes liggen in het grind. Was hier bij, vlakbij was er een bouw gebeuren en daar hadden ze de grond even volgestort met grind. Inmiddels zijn ze daar aan het bouwen, maar toen was het een vlakte met grind. Ik denk, ik ga even lekker in het grind liggen. Daar ligt toch niemand in de weg, laten we eerlijk zijn. En ik lig ik daar en dan hoor ik zo'n stem, zo'n vrouwenstem. Meneer, uh, is er iets? Uh, uh, mankeert u iets? En ik doe mijn ogen open en er staan er uh, twee van de, van de hermandat van de politie dus. Hè? En ik zo, nee hoor, ze, met mij is alles goed, ik ben alleen hartstikke dronken. <laughs> ja, maar meneer, dit kan niet zomaar hoor, dan uh, komt u maar mee. Ik zeg, word ik gearresteerd of zo? Nee, zeiden ze, we brengen u even naar huis. Ik zeg, ja dat mag, maar ik woon hier om de hoek. <laughs> Ja, ze 30 meter, uh, 30 meter naar rechts. En ja, dan, dan de hoek om. Dan 10 meter. En dan zeg ik, zeggen, ja, hier is het al. <laughs> hebben ze me voor de deur afgezet. Nou, dat was ook wel heel aardig van die agenten. Agenten, ja, een, de eentje was een vrouw en die ander was een man. Dat vond ik wel heel lief. Ja, nou, die ene die achterin zat, die heb ik nog netjes in hand gegeven. Nou, dankjewel voor de lift. <laughs> Oh, 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 oh. Ja, ik vind het. Ja, slaat ook nergens op, snap ik ook wel. Maar... Ik schaam me er helemaal niet voor. Het was toch zo? Oh, ja. En dan vanuit het een op het andere moment was het afgelopen. Kap. En dat is nou twee, drie maanden geleden of zo. Het is toch wel snel gegaan, hè? Dat ik dan ook een baan heb. Ja. En ontwettingsverschijnselen en al die toestanden. Om te zeggen, ja, helemaal niks. Heel, helemaal niks. Taal er ook helemaal niet naar. En... Ik liep vandaag liep ik naar huis. Uh, en, wat ik, nou, ik kwam terug van het tandarts, ja. En... Uh, en er zat zo'n vrouw, en die ken ik wel, best een best aardige vrouw. Die drinkt ook stevig, jongen. Oeh. En die zat dan gezellig op het terrasje. Dus hartstikke warm weer, momenteel natuurlijk. Maar die de golf. En uh, zit ze lekker op het terrasje met een glas witte wijn. En zij drinkt altijd witte wijn. Voor zover ik haar ken, je, als ik haar zag drinken, altijd witte wijn. Dat een lekker glas witte wijn. Maar dat registreer ik alleen maar. Hè? Helemaal niet dat ik denk van, oh, dat wil ik ook. Sterker nog, ik denk van, nou, jij aan de witte wijn, maar ik niet. Hoor. Ik ga thuis lekker aan de thee. Ik weet niet wat het is. Of dat nou komt door het bidden. Dat ga je bijna denken hoor. En ja, Jurk zal zeggen, ja natuurlijk. Dat gebed, dat doet alles. En het is de hele geest. Nou, het uh, zou me niks verbazen. Want het voelt wel zoiets dat ik een deeltje heb met God. Ja. Ik doe niet meer zo'n idioot. Ik ga niet meer zoveel suipen. En, uh, nou, en, en ik ga de woning opruimen. En, uh, ik neem de telefoon voortaan elke keer op. Want dat deed ze dus ook niet. Dus als ik zwaar aan het suipen was, jongen, dan ging de telefoon. keek ik op die display. En dan denk ik, oh, daar heb ik geen zin in. De rambam krijgen, ja. dat doe ik niet meer. Neem niks de telefoon op. Met een heldere stem natuurlijk, want ja, je hebt hem niet meer gesopen. En die frustratie, ja, ik heb het geaccepteerd. Ik ben zwaar teleurgesteld en ik heb geaccepteerd dat ik zwaar teleurgesteld ben. En ja, zo is het dus. Jus. Kijk, als je... Wat online of zo, hè? mijn service provider voor mijn internet. nou, Dan heb ik zo'n deal en dan uh, betaal ik zoveel in de maand en dan heb ik dan zoveel up en zoveel down hè? qua communicatie heen en weer. Nou, dan zit ik dan te kijken, als ik dan weer eens aan het uploaden ben, van, wat gaat er nou bij mij de deur uit? Daar ben ik niet helemaal. Uh, ja, daar ben ik een beetje teleurgesteld over. Dus morgen ga ik even bellen. Ja, hoe zit het nou? Hè? En misschien heb ik me dan. Want dat kan hoor, dat in online dan morgen zegt. Oh, uh, oh, oh, ja, nee, maar inderdaad, meneer, we zien het. En, uh, ik moet even een schakelaar omhalen of zo. En ja, is het weer opgelost. Hè? Maar ik ben dus nu een beetje teleurgesteld. En dat mag in het geval van online. Ja, de contractuele deal en zo. En ik betaal toch. Dus nou. Hè? Maar ik bel morgen wel even. We komen daar wel uit, denk ik wel. Maar in het leven met dingen als familieleden. en aan die andere toestanden die je hebt. zo. Hè? Ja, daar heb je geen contract mee. En daar kan je wel een verwachting van hebben. Van nou, eh, iemand is je puntje, puntje, puntje. Eh. Je naaste op een bepaalde manier of zo. En eh, van zo iemand verwacht je dan ABCDE. Ja, maar dat zit even lekker in je eigen fantasie. En aan de andere kant was ik super gefrustreerd over het feit dat ik voorgelogen ben door mijn lieve regering. Uh, nou, daar heb ik natuurlijk wel een punt. Ja, met de regering mag je toch vanuit gaan dat je daar iets van een contract mee hebt. Net als ik met online, dat is, ik betaal online en online levert daarvoor een dienst. Nou, ik betaal de regering, middels mijn btw en alles. Hè. En daarvoor verlang je dan een dienst terug en niet uh, een stelletje liegende jokers. Hè. Maar daar heeft die frustratie geen zin, of ook geen zin, maar dan met een andere reden. En die andere reden is dat iedereen wordt besodemitterd door die liegende, bedriegende, zakkenvullende club. Dus wat heeft het dan voor zin dat ik in mijn eentje zeg van, oh, ik heb er het meeste last van en ik ga zitten suipen? Nee, de, ja, de buren hieronder, zo'n bejaard stel, die wonen op de eerste verdieping. die man is half seniel en, en heeft zo'n vrouw met wel die enorme grote borstert. En ja, die worden net zo goed genaaid. En die zetten toch ook vrolijk door? Dus wat zou ik me dan... Uh, ja, waar, waar haal ik dan het privilege vandaan? Omdat ik dan uh, kan zeggen, ja, ik mag wel uh, elke dag dronken zijn. Nee. Ja, dus naar mijn familie toe... Ja, ik zou, laat ik het anders zeggen, die, die tijd van frustratie was zeg maar een uh, sabbatical. Zo, hè? Zo, een paar, uh, twee sabbatjaren. En uitrusten. Je wonden likken of zo. Totdat die ene zondag ik tegen mezelf zei: Nou is het genoeg geweest. En nu ga jij in actie komen en je gaat je leven veranderen en je gaat die, die puinhoop in je woning opruimen. Nou, dat ben ik gaan doen. En ik ben heerlijk opgelucht en bevrijd en ik zie weer leuke dingen en. Ja, nu krijgen we levensfase nummer drie, vier, vijf, zes of zo. Ja, we hebben die hele belangrijke fase in mijn leven was het verantwoordelijk zijn voor dat gezin. En, uh, ja, en toen kwam die volgende belangrijke fase, dat was de scheiding en dan het contact met je kind uh, ja, bevechten of zo. Nou, nu zit ik in de fase dat mijn kind is 19 geworden en ja. Nou, ik kan wel aardig met haar discussiëren. Maar ze is atheïstisch en er zitten behoorlijke feministisch-achtige toestanden, denkbeelden in. En dan denk ik, oh mijn god, dat moet ik er allemaal nog uitslaan. En, en, niet dat ik er sla of zo, maar. Hè. Met het woord dan, hè? Moet er wel een beetje opgetreden worden. Ze moet wel begrijpen, ze mag wel van die idioterie aanhangen. Zoals atheïsme en feminisme. Ik vind het allemaal best. Maar ja, dan moet ze wel weten dat in mijn ogen is dat uh, uh, niks waard. En dat ze dat respecteert. Maar kijk hoe dat afloopt, hoor. Ja. Maar al loopt dat niet af zoals ik me dat voor ogen heb, dan... Nou, kijk, het is mijn leven niet. Ja. Dus ik ben er niet voor verantwoordelijk. Ik was ooit verantwoordelijk voor mijn kind. Maar die verantwoordelijkheid is na de scheiding... Eh, ja, danig afgenomen. Dat, omdat de zeggenschap uh, die werd mij uit handen genomen. Dus ik had niks meer te zeggen over mijn dochter. Ja, als ik dan niks meer te zeggen heb over het kind. Hoezo ben ik dan verantwoordelijk? Je. Yeah. Uh, wel verantwoordelijk zijn en geen zeggenschap. Ja, dat is het leven van de slaaf. En ik ben niet het slaafje van mijn dochter. Hè? Dus ik heb niks te zeggen over haar. Ja, maar dan moet ze het ook zelf maar uitzoeken. Ze loopt met een ring door de neus, als een of andere Afrikaanse inboorling. En ze heeft ook van die, die dingen in de oren. De, de toeps heet dat. Nee, dat gaat er leuk uitzien als mevrouw straks uh, 63 is. Maar ja, dat zal ik toch niet meemaken. Want dan ben, nou, als ik dat nog wil meemaken, ben ik dan tegen die tijd 103. Nou, en dat gaat het niet worden. Het zou kunnen natuurlijk, maar ik denk niet dat ik 103 ga worden. Ik zal er niet bij zijn als de oorlellen helemaal uh, uitgelebberd zijn. dat je er door naar buiten kan kijken. Maar ik heb daar geen zeggenschap over gehad. Dus ook geen verantwoordelijkheid in die zin. En dan zeiden, dat gaat het alleen maar om toeps en zo'n zo piercing door de neus. Maar... Ja, ha ha, ha 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 ha. Daar zit natuurlijk ook wat achter. Hè? Natuurlijk. Ja. Heerlijk. Vind ik het. dat echt een heerlijk gevoel. Dat me niet meer. Uh, niet meer ge... ik heb ook niet. Ik heb ook niet meer schuldig voel. Want dat schuldgevoel was nooit terecht. Want ik heb niks fout gedaan in de tijd dat ik verantwoordelijk was voor haar en ook zeggenschap had. heb ik helemaal niks fout gedaan. Ik zou niet weten wat. En dan mag mijn dochter, die mag nog, die heeft nogal wat dingetjes hoor. Dat ze zeggen: Ja, maar toen deed je dat en toen deed je dat en al heel lang geleden. Nou, ja, dat wil ik nog wel een keer die plaat nog een keer opzetten. Dan mag ze ermee komen. Ja. Maar het is een beetje al te makkelijk om. Ja, om alles maar aan mijn kant neer te leggen. Want zo zijn we niet getrouwd namelijk. Nee, fijn. Nou, kortom, uh, uh, hartstikke vrolijk allemaal aan deze kant van de lijn. En ik hoop dat het met jullie ook goed gaat, natuurlijk. Waarbij mij wat een je lekker aan suipen en dan ga je er lekker mee door. Net zolang dat ik jij ook die stap kan zetten, dat ik je denk van uh, nou is het afgelopen. Of dat je met andere dingen, dat je er al mee bezig bent, zeg maar je kap mee, man. Het is wel positief hoor. En ik kan je als tip geven: niet alleen maar stoppen als je, als je met de middelen bezig bent. Hè. Niet alleen maar stoppen, want dat is op zich negatief. Maar je moet ergens mee beginnen. Ik ben toen begonnen met schoonmaken. Alles. De, hele, de keuken door, het balkon en overal schoonmaken, schoonmaken, schoonmaken. Er was veel te doen man. Ja, en die spullen verkopen via Marktplaats, oude rodzoor de deur uit. Mijn box beneden in de flat, dat is allemaal troep natuurlijk, ja, verder logisch, van alles verzamel je door de jaren heen. Ik woon hier ook alweer negen jaar. Oh, dat Een je bendeman naar beneden. Al oh, die rotzooi is weg. Heerlijk. Als dus ik dat, uh, die box binnenkom. Uh, uh, Jeetje, wat is het lekker opgeruimd hier? Zag. En er staan wat spulletjes. En die, die horen er ook te staan. En die, die wil ik niet weggooien. Mijn vishengels bijvoorbeeld. Misschien dat ik uh, komend jaar weer eens ga vissen. Lekker de vissen pesten met mijn hengeltje. Zo'n simpel vergunningje. Lekker baarsjes vangen of zo. Ik gezellig samen met mijn dochter, een keertje vissen. Dat is heel leuk. Nou, ik hoop dat met jullie dat ik er net een beetje positief over ben gekomen. Dat je ook zin krijgt in dingen te gaan doen. Ergens mee te gaan beginnen. Een streep zetten onder je verleden. Ik ben nu 59, opkoming 60 en ja, ik ben morgen niet dood natuurlijk. Hè. Ik ga er nou wel een tijdje mee. Een beetje massel hebben, nog 20 jaar. Nou, ik teken ervoor hoor. Geen enkel probleem. Hé hey jongens, uh, ik ga kappen. En op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie: tjus. <laughs> en dag lieverds.